Breda Nu. Je weet het meteen. Goedendag Breda, mijn naam is Bart en ik ben er weer met een nieuw weekoverzicht. Vorige week sloeg het weekoverzicht even over en lag de focus op het jazzfestival. De kick-off begon al met pre-jazz, dus laten we daar nog even kort op terugblikken. Dit is de tweede keer dat we hier in Hotel Keizer dit organiseren. Het is een soort besloten sessie, dus gewoon goede muzikanten die lekker met elkaar spelen. En we dachten van, nou, hoe leuk is dat om het als pre-jazz party te organiseren. Dus vanavond de pre-jazz party samen met alle artiesten die hier natuurlijk al in het hotel zitten. Die zullen vanavond ongetwijfeld komen en de organisatie. En we gaan er een heel leuk feestje van maken. Jazz heeft alles te maken met Milan. En daar ben ik vanavond. Milan staat hier te saxofonen. Die geeft een live optreden. Mooier kan het niet. Jazz begint eigenlijk pas morgen. Maar vandaag is het al groot feest. Want de jazz is niet begonnen. Maar het is vandaag Milanavond. Ja, de sfeer op het festival zelf zat natuurlijk ook gewoon goed in. Dus hier zijn ook nog een paar korte highlights. Voor de mensen die niet genoeg van jazz kunnen krijgen, staan alle jazz talks ook gewoon online met uitgebreide sfeerverslagen en interviews. En op dinsdag zijn we naar een biologische markt geweest, gewoon hier in het centrum van Breda. Ik heb een kaaskraam al 22 jaar op de biologische markt in Breda, Den Bosch en Tilburg. En we hebben echt ontzettend lekkere kaasjes. De meeste worden geproduceerd in Molenschot en een gedeelte in Rauwveen en van oorsprong van Bastiaanse. Mijn ouders zijn altijd kaasboeren geweest en het werd bij ons thuis altijd zelf gemaakt. Dus ik heb heel veel geholpen vroeger en ik vond het heel leuk om het te verkopen. Oké, en waarom is het voor u nou zo belangrijk dat het biologisch is? Dan proef je echt de pure smaken nog. Wij hebben gewoon, als je melk hebt, hoeft er eigenlijk verder niks meer bij. Je hebt stremsel nodig en zuursel en een beetje zout en that's it. En dan proef je gewoon de lekkerste kaas. Hij hoeft niet oranje te zijn van kleur of geliger. En wij merken ook echt dat je veel smaakverschil proeft. Zo'n blokje jellen. Of een stukje van hier. En bij Hogeschool Avans organiseerden ze afgelopen week weer het jaarlijkse evenement genaamd Tour de Avans. Hieraan deden studenten en medewerkers mee en de opbrengst gaat elk jaar naar het goede doel dat de meeste stemmen krijgt. Sommige mensen hebben 150 kilometer gefietst, dus laten we snel een kijkje gaan nemen bij de finishlijn. Eind 2009 kwamen er een aantal van onze medewerkers naar mij toe. En die zeiden van, wij doen mee met Alpe d'Huez. Zou het college, zou Avans Hogeschool dat willen sponsoren? Toen heb ik gezegd, nee, dat doen we niet. Want er zijn heel veel activiteiten van medewerkers voor allerlei goede doelen. Ik zeg maar, we kunnen wel iets anders doen. We kunnen zelf een fietstocht gaan organiseren. En het geld wat dat oplevert, dat gaat naar Alpe d'Huez toe. We zijn in 2010 met 48 medewerkers begonnen. En inmiddels is dat uitgegroeid tot 160, 170 medewerkers en studenten. Kijk, als je zo'n grote hogeschool bent op zoveel verschillende locaties. We zitten in Breda, we zitten in Tilburg, we zitten in Den Bosch. En je vindt nu 160 man die van al die locaties bij elkaar komen en met elkaar praten. Dat praat zich weer door op de academies, dat praat zich door in de diensten. Dat is uiteindelijk gemeenschapsvorming en dat vind ik heel erg belangrijk. De Tour d'Avans gewoon hebben uitgereden. Hoe was het? Hielden jullie het een beetje vol? Ja, het ging supergoed. We hebben heel lekker gefietst. We hadden een mooie navigator, ons blauw helmpje, die hielp ons goed op weg. En dat ging fantastisch. Ja. Ging het bij jou ook soepel? Soepel is wel heel enthousiast, maar ging goed. Ja, goed genoeg. Ja, op de wat jongere kijkers na denk ik dat iedereen wel bekend is met het concept van een drive-in bioscoop. Maar woensdagavond had Breda een heus drive-in bioscoop als opening van het Spanjaards Gasfestival.
Circus Woenzini gaf vooraf ook nog een spectaculair optreden. Het Spanje Schatfestival is een 11-daagse concertreeks. En het gezamenlijke thema is groot. Grote orkesten, groot publiek, grote koren op een groot podium. En het genre is, verhoudt zich van klassiek tot lichtpoppy, musical, classic rock. Een beetje van alles wat, maar in het lichte genre. En vandaag is de grote opening. Wat staat er allemaal op de planning? Ja, vandaag is de aftrap door Pathé. Pathé gaat de film The Greatest Showman presenteren. Heerlijke optreden. Vertel, zijn jullie tevreden? We zijn heel tevreden. Er zat heel veel energie in het publiek en het ging eigenlijk allemaal goed. Dus, het publiek was ook heel erg enthousiast, dus dat gaf ons ook wel een hele vibe om, het is wel leuk om hier op te treden. Mag ik nog eventjes een heel groot compliment geven voor al deze Woenzinis die hier staan. Ik vind die echt top! Ja, de zomer staat weer voor de deur en veel mensen gaan met vakantie. En daarom gingen wij de straat op om Bredanaars te vragen naar hun vakantieplannen. Vakantie, dat weten we nog niet. Misschien een last minute nog. Dit jaar gaan we naar Spanje, is de bedoeling, om te gaan kamperen. Nou, ik ben net op vakantie geweest. Ik ben net teruggekomen uit Bali. Als het goed is wel, ja. En waar ga je heen? Ik ga naar Tanzania en Zanzibar. Oh, dat klinkt goed. Hoe lang ga je daarheen? 15 dagen. Ja, dat hangt er vanaf wat voor budget ik heb. Dus als ik heel veel geld heb, dan ga ik naar Azië. En als ik iets minder heb, blijf ik in Europa. Naar Spanje. En hoe lang gaat u daarheen? 2 weken. Ja, ik heb maar 2 weken vakantie met werk. Dus van een weekje naar Cyprus. Tübingen, in Duitsland. Turkije. En hoe lang ga je daarheen? 8 dagen. Nergens. En wat is de laatste plek waar u bent geweest? Oh, dat is in 1995 geweest in Griekenland. En waar zijn jullie vorig jaar naartoe geweest? Naar Amerika. Ja, zoals elke week hebben we ook weer een foto van de week. En deze keer is hij van het Chausseepark, gemaakt door Ronald Westerbeek. Heb je zelf nou ook een mooie foto van Breda gemaakt? Stuur hem dan gerust op naar redactie@bredanu.nl. Ja, lieve kijkers, dat was het alweer voor deze week. Volgende week zijn we natuurlijk weer met de laatste nieuwtjes en highlights van in en rondom Breda. Zoals altijd, een fijn weekend en houdoe. Breda Nu. Je weet het meteen.